Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat de LOS. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De LOS. Uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. We zijn hier op Koninginnedag op het prachtige Eemdijk. En bij ons staat de voorzitter van de Oranje Vereniging, de heer Malenstein. Hoe voelt u zich vandaag? Een tikkie gespannen. Ja, toch wel anders als andere jaren. Ja, want het wordt natuurlijk een hele bijzondere dag. Zo'n dag gaat u waarschijnlijk nooit meer meemaken dat we een troonswisseling krijgen. Wat hebt u allemaal geregeld vandaag? Zondag ga je dus mijn leeftijd in acht nemend niet meemaken. 1980 staan we nog wel goed voor de geest met de rellen in de tijd. En wat ik vandaag, ja, zo direct met de obade, dan zoek ik toch mijn toevlucht een beetje bij de burgemeester. Het spitsen geloof ik dat ik aan die beste man overlaat. Want die kan dat beter dan ik. Zijn er ook nog speciale liederen ingestudeerd omdat het een andere dag is dan normaal? Nee, er zijn geen andere liederen ingestudeerd. Want op Eemdijk is dus het koningslied nog niet gedaald. Dus gebeurt dat niet. En ja, daar kan ik een lang verhaal over maken, maar dat is aan Eemdijk dan niet geland. Zijn er ook nog andere activiteiten dan op andere jaren? Ja, we hebben een andere activiteit, want we hebben toch geprobeerd om de Eemdijkers hier op onze locatie te krijgen. We hebben na de obade dan een ontvangst eigenlijk weer van onze leden hier in de tent. En dan hebben we om 11 uur tot 1:30, 2:00 een brunch, gratis voor alle leden. En wat had u gedacht van een stoelendans voor heel Eemdijk in één keer? Dan kom je bijna in het Book of Rocket. Ja, dat gaat een hele happening worden. Nou, ik wens u een hele fijne dag vandaag, maar dat zal hier best wel lukken. Dat lukt hier, ja zeker. Hartelijk dank. Wie zijn jullie? Ik ben Jacob. En ik ben Gerard. Wat zijn jullie hier precies allemaal aan het doen? Nou ja, we hebben zometeen een obade en de kinderen laten zometeen een ballonnetje op. Ja, voor de, ja, het is geen kolonie meer, hè. Het is voor Alexander eigenlijk. Dus, en zometeen gaan we zingen voor de, ja, eigenlijk voor de kolonie nog. Hè. Hoe laat zijn jullie vanochtend begonnen? Heel vroeg, om 6:00 was het al. Wat zijn jullie hier allemaal aan het doen geweest? Ja, de ballonnetjes moet je opblazen, de baan moet je gereed zetten, alles moet je klaarzetten. Hè. De luchtjes zijn we nu aan het opzetten, koffie zetten, heel belangrijk, en thee. Met hoeveel man zijn jullie bezig geweest? Met 9 man. En tot hoe laat is het vanavond? Laat, uurtje of 1, denk ik. Maar dan is er ook gezelligheid voor jullie? Ja, ja, maar dan moeten we opruimen, dus dan zijn we nog niet klaar. Dus een 2:30 zal het dan worden, denk ik. Nou, het lijkt erop alsof we hier naast een kleine koningin staan. Wie ben jij? Geraldine. Ga jij straks ook zingen? Ja. Hoe vaak hebben jullie geoefend? Nul. Helemaal niet. Nee. Is dat niet een beetje raar op deze speciale dag? Nee. Wat ga je voor de rest van de dag nog doen? Met mijn vriendinnen spelen. Jullie gaan niet echt aan spelletjes meedoen? Jawel, dat wel. En vanavond? En meelopen met de lampionnenoptocht. Het is altijd weer een genoegen om Koninginnedag op Eemdijk te mogen beginnen. En we realiseren ons als college van burgemeester en wethouders met onze echtgenoten dat het wel heel bijzonder is, want het is vandaag de laatste Koninginnedag. Na zoveel jaar altijd hier te hebben gestaan, omdat we de verjaardag van de koningin vieren,
eerst koningin Juliana. En vandaag vieren we ook nog de verjaardag van koningin Beatrix. 75 jaar is ze geworden, jongens en meisjes. Wat een mooie leeftijd voor onze koningin. 75 jaar, waarvan ze de laatste 33 jaar onze koningin is geweest. Voor koningin Beatrix, hiep hiep. Ja, zo komt hij. En daar komt er nu eentje voor de nieuwe koning. Voor koning Willem-Alexander. Hoera! En voor koningin Maxima, hiep hiep. Hoera! Niet. Moet je niet bij mij zijn, ik ken hem niet. Schone stad en de vogels zingen voor
Leven de koningin! Hiep, hiep! Hiep, hiep! Hiep, hiep! En dan is vandaag extra bijzonder omdat er een nieuwe koning komt. Een koning die straks in Amsterdam wordt gepresenteerd aan het volk. Daar kunnen we allemaal zien dat Willem-Alexander onze nieuwe koning is. Met koningin Maxima aan zijn zijde. En wat zijn we er blij mee dat ze zo goed voorbereid zijn. Hè? We hebben ze gezien, ook op televisie, waarin ze gezegd hebben, wij willen, onze koning gezegd heeft, ik wil een dienend koning zijn. Kijk, dat zijn de mensen waar we het van moeten hebben. Dat ze ons willen dienen. Fantastisch om dat te mogen horen uit het Oranjehuis, wat al zo lang ons Nederland regeert. En daarom wil ik met jullie vragen om ook onze nieuwe koning te eren met een hiep hiep voor Willem-Alexander, die onze koning straks is. Hiep hiep! Hiep hiep! En nou dat ze het ook in Amsterdam horen. Hiep hiep! Een hele bijzondere, mooie Koninginnedag, Kroningsdag, Koningsdag. Dank u wel. Nou, dat was tenminste dus een goede speech van onze burgemeester. Top zelfs. Hè? Leven onze koning, natuurlijk maar. Zover is het nog niet, jongens en meisjes. Want we hebben nog steeds een koningin. En dat is het mooie ervan. En natuurlijk gaan we natuurlijk voor haar ook zingen. En dan gaan we het volle bos doen, want er staan we tenslotte hiervoor. Met z'n allen. En wij kennen de liedjes wel. Maar als jullie nou even op je blaadje kijken die jullie hebben gehad. We kijken even op de Obade schoolkinderen. En er staat nummer 1, Leven de Koningin. Maar dat doen we nog niet. Want we gaan eerst eens beginnen met nummer 3. Dat is gewoon Koninginnedag. Dus kijk even naar je blaadje. En daar staat op Koninginnedag. Want tenslotte is het nog steeds Koninginnedag. En dan gaan we natuurlijk zingen, want het is natuurlijk ook bedoeld voor allegenen die daar niets mee willen te doen hebben. Maar wij wel, en wij zullen laten merken dat wij nog steeds erg koninklijk gezind zijn. En vandaar dat we nu gaan zingen met z'n allen. Hou eens op met al dat werken en laat iedereen dat merken. Nou, ik hoorde eerlijk gezegd meer de ouderen zingen dan de kleine. Hoe komt dat? He? Hebben we er nog geen zin in? Ja, het is natuurlijk een beetje koud. Dat snap ik ook best. Maar dat maakt niet uit. Ik heb geluisterd en nu gaan we het zelf al meezingen. Nu gaan we zingen Leven de Koningin. Want tenslotte is het ook zo. 75 jaar is ze mogen worden. Dus fantastisch. En daarom zingen we met z'n allen Vlaggen, Wimpels en Lampionnen.
Zijn we er klaar voor? Ja? Nou, zou mij benieuwen. Ik kijk vooral hiervoor aan waar de kleintjes staan. Of ze wel meezingen, hè? Want daar gaan we op kijken. Dus jullie hebben je best gedaan op school. Dus laat ook maar eens even horen dat jullie het kunnen. Vlaggen, wimpels, lampionnen. Zelf. Zou haar majesteit het gehoord hebben in Amsterdam? Wat denken jullie? Jawel? Of niet? Oké, okay. Ik kijk even naar meneer Bos en als het goed is doen we het uit Spakenburg vandaan. Dat klopt, hè? Geweldig, wat willen we meer? Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de ouders en de oma's die erbij zijn en de opa's. Want tenslotte zijn we natuurlijk heel erg trots op ons dorp. Vandaar ook een dorp met een, noemen ze een volkslied. Maar laten we het gewoon ophouden op een echt op een dorpslied. Een prachtige lied wat iedereen probeert te evenaren met alle soorten songs en teksten. Maar er is er maar één en dat blijven we steeds houden. Want aan het mooie IJsselmeer, veilig bij de dijk, ligt het plaatsje Spakenburg in haar eenvoud rijk. Thank you.
applaus voor onszelf. Hey, hey. Geweldig. Geweldig. Nou, ik vond het goed trouwens, het zingen. Dat viel me nog mee. Ik denk, ze kunnen niet meer zingen naar het rugbyfeest. Maar het gaat toch de goede kant op. Wat willen we nog meer? Dan krijgen we het volgende lied. Natuurlijk zeer toepasselijk, vooral op deze dag. En dat hopen we natuurlijk ook voor onze nieuwe koning, die dat straks zijn intrede doet. Vandaar dat we ook voor de hele familie gaan zingen. Gelukkig is het land dat God de Heer beschermt. Geweldig om daar een mooi mee te zingen. Ik geef eerst even het woord, voordat we het Wilhelmus zingen, even aan onze Lammert. En die zal even wat vertellen over het gebeuren. Beste jongens en meisjes, inwoners van Bunschoten Spakenburg. We zijn weer bijna gekomen aan het einde van deze Oud-Baden op een heel speciale dag. Namens het bestuur wil ik u allemaal danken voor uw aanwezigheid en uw samenzang. Ik wil de muziekkorpsen bedanken die de scholen hebben begeleid. Excelsior bedankt voor het begeleiden van de Oud-Baden. Ook het college van burgemeester en wethouders wil ik bedanken voor hun gastvrijheid en medewerking. En uiteraard ook onze dirigent, Cor. Namens het bestuur wil ik u graag allemaal uitnodigen voor alle activiteiten die we vandaag gepland hebben. Ik weet, er is een hoop voor tv, maar kom desondanks naar de activiteiten toe en maak er een gezellige en feestelijke dag van. Ik wil ook attenderen op het feit dat wij als bestuur een aandacht willen schenken aan de kroning. Wij willen de inwoners van Bunschoten en Spakenburg een kleine attentie geven, jong en oud. Dat doen we om 3:30 bij de stand op het Spuiplein. Zolang de voordeur strekt, zegt de voorzitter. We hebben hier geld genoeg anders. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor uw aanwezigheid. En dan geef ik nu graag weer het woord aan de heer Severijnse voor het vervolg van de Oud-Baden. Nou, nu gaat het gebeuren. Niet te vergeten, we hebben zoveel van Marco Bossato, jongens. We hebben alle liedjes die we kunnen. Alles staat in de hitparade. Dus wat willen we er meer naar te luisteren? Maar wat is eigenlijk ons mooiste lied? En laten we daar zeer trots op zijn. En dat zijn we ook allemaal. En ik weet zeker, dit gaan we met z'n allen zingen uit volle borst. Want wat is er eigenlijk mooier dan ons eigen innerlijke lied, zeggen we zo op ons hart. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Yeah.
Dank u wel, dank u wel. Fantastisch dat jullie er allemaal waren. Dus wat dat betreft. En gaan jullie naar huis toe. Nou, veel kijkplezier. En misschien zien we vandaag elkaar nog ergens op het plein. Dank u wel. Zoals iedere oud-bade, daar staan we weer met uw dame, met uw vrouw. Ja. Hoe voelt u zich vanochtend? Ja, ik was een beetje spannend, omdat we vandaag met z'n allen klaar willen zitten straks voor de televisie. En dat we aan de andere kant die prachtige oud-bade graag willen houden, dus het is vervroegd. En dan ben je altijd even van, zullen ze er zijn? En ze zijn er weer. En dan om dat gezamenlijk met elkaar uit te zingen, heel mooi. Geweldig, hè? Mevrouw van de Groep, gisteren de toespraak van de burgemeester, van de koningin, moet ik zeggen, ja. Wat viel u daar het meest op? Nou niet. Ik heb zelf bijvoorbeeld een paar dingen opgeschreven. De onvoorwaardelijke trouw is de grondslag voor onze vaderlandse geschiedenis. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, heel bijzonder dat ze de taak zo volbracht heeft. Ja, heel geweldig. Hoe vond u onze koningin? Geweldig. Ja, ze was een bijzondere vrouw. En hoe kijkt u naar de nieuwe koning? Vond ik ook een bijzondere man, verwachtingsvol, ja. En Maxima natuurlijk, geweldig. Ja, dat heeft ze ook gezegd, hè, burgemeester, onze koningin. Ja. Hoe vond u dat, wat ze van Maxima zei? Dat is zo mooi, hè. Dat je dan, terwijl er dan gezegd wordt van, toen Maxima kwam was Beatrix er helemaal niet blij mee. Wat dat ook van waar zou zijn, als je dan nu de kroon neerlegt en je zegt, wij zijn met z'n allen gezegend met Maxima. Dat vind ik dat voor naar haar schoondochter toe iets moois. En ook naar ons hele land toe. Ja, ontroerend. Ontroerend. En natuurlijk wat zij ook over Weilen Prins Klaus heeft gezegd. En ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Dat zij, zeg maar zoals ze koningin was. Dat we dat ook aan haar, maar ook heel erg aan Prins Klaus te danken hebben. Ja, haar beste keus in haar leven. Mooi, hè? Ja. Ja, ik hoop dat u beiden ook de beste keus voor elkaar bent, mevrouw van de Groep. Als je daarvan overtuigd bent, dan heb je een fantastisch leven. Dat is ook zo. Ja. Nou, we gaan gauw allemaal voor de buis, hè? Ja. Wij in het gemeentehuis en alle mensen thuis. Dank u wel voor uw tijd nog even voor ons genomen. Een heel fijne Koninginnedag. Ja. Beetje Koningsdag. Absoluut, dat waren we niet te mogen vandaag. Ja, precies. Ja, is heel mooi. Ik heb net nog een paar fantastische foto's gemaakt. Dus die ga ik zo meteen even twitteren. Want de mensen willen graag zien wat ik gezien heb. Dus dat ga ik nog even doen. Ja, en jullie zien zoveel op het podium. Geweldig. Geniet er heerlijk van. Dank. Wij gaan het afsluiten, zodat alle mensen weer thuis even kunnen gaan kijken naar de inhuldiging en dergelijke. En de abdicatie van onze koningin. Wij zijn hier klaar op het Kolkplein. We hebben een geweldige obade meegemaakt. Hadden we niet durven hopen. U kunt hem niet meteen weer zien. Morgenochtend gaan we er al stukjes van uitzenden. Maar morgenmiddag om 12:00 komen wij met een speciale Spakenburg nu. Daar zit ook dan de obade van Eemdijk in die opgenomen is.
Maar we geven u nu de gelegenheid om lekker gewoon naar tv te gaan kijken. Een heel fijne Koninginnedag. Dank u wel aan al die mensen die hier waren. En tot de volgende keer. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat de LOS. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De LOS, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.